gaatje gezien. En je moet proberen dat je altijd met je armen de dolle tegen dat ding aan blijft houden. Ja. Gewoon aanhouden. En wat je dan een beetje doet, is dat je je armen trek je een beetje zo naar je toe. Draai. Ja. Schouders gewoon proberen heel laag te houden. Alles met je benen doen. Probeer je armen horizontaal. Dat is eigenlijk de truc van roeien. Dat je boot zo min mogelijk verstol en zo goed mogelijk door laat lopen. Dan ga je hard. Goed, plat eruit. Ja, heel goed. Heel een ritme. Met het draaien met je handen ben je gek van. Vond je wat? Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar het is verdomd moeilijk. Ja. En daarnaast, omdat je natuurlijk spieren niet gebruikt, tenminste gebruik niet die je eigenlijk nooit gebruikt, ga je dat wel heel snel voelen eigenlijk. Ja, als je zo'n eerste keer roeit, moet je dat toch allemaal onder controle zien te krijgen. Maar meter voor meter ging het gewoon steeds een stukje beter. Jawel, dus, uiteindelijk is alles... Ja, meters maken en uren maken. Dus. Ik heb wel respect, dat had ik al over topsport. Ja, met de kaart trainen. Dus ik hoop dat de 28e, als ik achter de persoon moet geven, dat het een beetje beter gaat. Dus ik ga mijn best doen. Een heel weekend. Toproeien in Amsterdam. Op vrijdag Aegon City Rowing op de Keizersgracht. En zaterdag en zondag de Aegon Koninklijke Hollandbeker op de Bosbaan.